Hi YouTube, welkom bij aflevering nummer 6 van Hoe los ik mijn Rubiks kubus op? En vandaag is de ene laatste aflevering, want we hebben hem ja, bijna opgelost. Alleen het bovenste vlak nog. Vorige aflevering hebben we het gele vlak opgelost. Vandaag gaan we ons focussen op deze hoekblokjes. Alle vier de hoekblokjes gaan we in de. In de juiste positie draaien. En dat is uh, helemaal niet zo moeilijk. Het is ook maar een korte aflevering. Uh, ik heb Mel-Express apart gehouden zodat je dit uh, goed kan oefenen. En ik heb natuurlijk weer een mooi uh, printje gemaakt. Die kun je ook downloaden. Die uh, link waar je al deze papieren kan downloaden vind je onderin deze video. En dan uh, kun je deze papieren gewoon uitprinten. Kun je erbij houden. Kun je in een mapje stoppen. En dan kun je die kubus gewoon heel makkelijk oplossen. Het algoritme is wel een flink algoritme, zoals je ziet. Het is nogal lang en we zien ook een paar uh, letters erbij staan die we nog niet eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld de x. Met de x bedoel ik een kwartslag draaien, de hele kubus, zodat je dus het aanzicht verandert. Dat zal ik je zo meteen uitleggen. En met de o bedoelen wij de onderkant van de kubus. Die hadden we ook nog niet behandeld, maar die gaan we in deze formule gaan we die wel behandelen. Goed. Als je het gele vlak compleet hebt gemaakt, dan kun je een aantal mogelijke uh, hoekblokjes, uh, posities hebben. In mijn geval klopt er geen één hoekblokje. Zoals je ziet, dit is een oranje op een blauwe kant, rood op een blauwe kant, blauw op oranje kant, groen op oranje kant, enzovoort, enzovoort. Er klopt dus helemaal niks van. Mocht dit nu het geval zijn, dan moet je gewoon dit algoritme doen. Zonder een bepaalde kant boven of onder te houden. Geel wel altijd boven, dat blijft hetzelfde. Maar het maakt niet uit welke kant je aan de, aan de zijkant houdt. Mocht jij nu in jouw kubus, kan het makkelijk zo zijn dat bijvoorbeeld aan de rode kant of aan de blauwe kant of aan een van de andere kanten, dat je die hoekblokjes er al in hebt zitten. En de rest nog niet. Dan doe je die kant, dan draai je die gelijk, dat die aansluit. En die hou je aan je rechterkant. Als je dan namelijk de formule doet, dan zul je zien dat ook alle andere hoekblokjes goed komen te zitten. Maar in mijn geval heb ik nog helemaal niks op de goede plek. Dus gaan we gewoon vanaf 0 positie gaan we deze formule doen. En die formule die gaat als volgt. De x staat eigenlijk voor dit. Dus normaal houden we hem zo. In deze met de x doen we even de positie. Een kwartslagje draaien zodat we wit aan de voorkant krijgen. In dit geval dan blauw boven en geel aan de achterkant. Goed, blauw maakt trouwens niet uit. Hè? De, ik had het ook makkelijk zo kunnen houden en zo kunnen houden, omdat ik namelijk nog geen één kant compleet heb. Goed, we houden hem eventjes zo. Nou, dan gaan we gewoon het algoritme doen. Rechts twee keer. Nou, 1, 2. Onder twee keer. Let op, dit is onder twee keer. Ik zal het even van veraf laten zien. Dit is onder twee keer. Het lijkt alsof dat tegenovergesteld is. Maar je moet, doen, je moet net doen alsof je naar die kant kijkt. En dan met de klok meedraaien. Dus dit is wel degelijk met de klok meedraaien. Goed, dan hebben we rechts nog een keer. Boven. Rechts terug. Onder twee keer. Rechts. Boven terug. En rechts. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurd is. Ik zie hier al twee oranje blokjes. Nou, die gaan we eens eventjes gelijk zetten. Kijk, nu heb je dus één kant die al goed staat. Nou, toevallig klopt dit hoekblokje ook. Maar voor de rest, zoals je ziet, klopt er nog eigenlijk helemaal niks van. Maar, zoals ik net al had verteld, als je een complete kant hebt, dan hou je die kant aan je rechterkant en dan doe je de formule. Dus in mijn geval hou ik nu de oranje kant rechts. X zodat de witte kant voorkomt. En dan doe ik de rest van de formule. Dat is dus rechts twee keer, onder twee keer, rechts, boven, rechts terug, onder twee keer, rechts, boven terug en rechts. Nu heb ik de rode blokjes voor me. En als ik dan die rode blokjes goed zet, dan zul je zien dat ook de blauwe blokjes goed staan. De oranje blokjes staan goed. Ook het middelblokje toevallig. En de groene blokjes staan goed. Nu hebben we dus alle blokjes in de goede positie gezet. Zo simpel is het eigenlijk. Deze, ja, deze aflevering is gewoon heel simpel. Je moet alleen eventjes het, uh, ja, de juiste uh, formule invoeren. Even de goede kant rechts houden. En uh, als je één kant hebt die al compleet is en je houdt hem rechts, dan. Gaat van eigen, uh, alle andere hoekblokjes gaan erin. Like deze aflevering als je er iets aan gehad hebt. Als je vragen hebt over deze afleveringen, dan mag je die ook gewoon sturen naar mij. En dan uh, wens ik je veel plezier met het oplossen van de hoekblokjes. En uh, kijk vooral ook aflevering 7, want daarin gaan we deze, uh, deze middelblokjes gaan we, uh, in de juiste plaats zetten. En dan is je kubus opgelost. Veel plezier, tot de volgende keer, bye bye.